opleiding tot milieuonderzoeker. Ik ben nu hier stage aan het lopen bij het beheer van Twiske. En daar zoek ik naar boomarters in het gebied. Ik ben op zoek of hij hier zit. Het is een beschermde diersoort en ook vrij zeldzaam in Nederland. Maar hij begint steeds meer terug te komen in Nederland. En nu is het de vraag of hij ook hier voorkomt. Marco, ik heb net een camera vol opgehaald uit het gebied. En hier op camera heb ik de beelden. En die is nog helemaal niet eerder gezien hier. Okay. Dus dat is wel bijzonder. En je doet vooral veldmetingen, dus je gaat in de natuur kijken naar welke diersoorten komen er voor. En wat zou er verbeterd kunnen worden voor de diersoort en komen de beschermde diersoorten voor. Katrien heeft een hele mooie planning gemaakt en het ziet ernaar uit dat ze dat ook wel gaat halen. En als ze er hulp bij nodig hebben, dan gaan we dat haar zeker geven. Ik heb er hier eentje, die is pas geleden gedaan, om te mogen vliegen met een drone in het Twiske. Nou, ze hadden wat plekken voor ogen, vooral open plekken. Ik zou graag willen dat jij hem ook eens doorleest, doorspit. En op één of twee plekken een steekproef gaat doen en dan ben ik wel benieuwd wat je gaat vinden. Nou, sowieso al dat ik hier stage mag lopen, terwijl dat eigenlijk al bijna niet voorkomt. Nee. En dat de erkenning ook rond is voor mijn opleiding. En ook gewoon voor het mij hier los kunnen laten in het gebied en er toch zijn. Dat vind ik wel heel leuk. We worden gewoon vanaf je eigenlijk een soort sollicitatiegesprek, een soort, klik met, met elkaar. En dat gaat goed komen. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Nou, zoals je ziet gaan we nu even pauze houden. Want tussendoor van hard werken moet je ook even pauze nemen. Dus wij gaan... even water drinken hier. Leuk.